Ja, dames en heren, komt hij aan hoor. Je kan hem misschien nog niet zien, maar hij komt zo wild. Hallo, week 4. Samen met Pim. Hoi. Pim is instructeur bij de Beert, maar mag deze week in de rib varen. Ja. Dit is nieuw, nou niet helemaal nieuw, want vorig jaar voer deze boot hier ook. Die zag er toen anders uit, ander kleurtje. Nu is hij zwart, mooi logo erop. En we kunnen er weer mee varen in het hoogste. We gebruiken hem vooral voor waterskiën, wakeboarden en de banaan varen. Dat gaan we vandaag ook doen, toch? Ja, heerlijk. We gaan met de cursisten van Berend, die varen recreatief op de sloep en die varen al rond op Hegemeer. Hegemeer is hierachter, op dat meer heb je een snel vaargebied zoals het heet. Kan je herkennen aan de gele tonnen, dus daar gaan we straks naartoe. En dan gaan we wakeboarden en waterskiën, want ja, het waait niet zo hard vandaag. Vlak wat het ook niet echt. Nee. Ja, en dan zoek je een alternatief programma en ik vind dit wel leuk om te doen. Ja, lekker hard gaan. Actie? Garandeerd. Volgende shot vanaf Hegemeer. Laat eens opzoeken. Ja, pas. De kaart. Dit is het Hegemeer en hier zie je die gele boeien en dat is het snelvaargebied. En hier aan de overkant, daar is de Beert. Dit is waar we altijd zijn. En volgens mij zie ik daar al bekende, dus gaan we even naartoe. Hey Pim! Hi! Ben je er net of niet? Ik ben er net. Niet op het Fries, hè? Ik ben er wel. Tuurlijk. Sam! Dank je man. Ik ben hier met de boys en volgens mij gaan deze gasten allemaal wakeboarden. Of waterskiën. Ja? Dus dan zorg je dat dit lijntje tussen die twee latten ligt. En dan helemaal verder in knieën meer naar je borst toe. Zal in het water makkelijker gaan. Dan ga ik eerst aan je trekken met heel veel kracht, zodat je omhoog gaat. 1, 2. Ja, en dan wordt het iets minder. Je moet je armen gestrekt blijven houden. Ja. En dan wordt het ongeveer deze kracht. Okay, ja? Nice. Hey Pim, ja. Vraagje. Wat is de meest voorkomende fout? De meest voorkomende fout is dat je je armen niet strekt. Want als dat gebeurt, dan wordt het heel zwaar en dan heb je op een gegeven moment van ik ga ze toch strekken. En dan krijg je hier een soort speling, waardoor je een hele harde ruk krijgt en dan val je voorover het water in. Het zou zonde zijn. Armen strekken? Armen strekken. Dat is de enige, en die gestrekt houden. Dus alsof je hier zeg maar, alsof je arm vast zit. Geldt ook voor wakeboarden toch? Zeker, ja. Gaat fout. Gaat fout, lig je op je plaat, lig je in het water, ben je nat. Ja. Oké, dames en heren, we gaan instappen. Je gaat zo in het water liggen zonder de skis aan. En dan in het water geef ik je de skis aan. En dan kom ik langs varen met die lijn. Als je die lijn hebt gepakt, mag je hem even zo. Alsof ik ga heel goed vandaag. Ja. Mag je zo die lijn boven water houden. Want dan weet ik wanneer het stokje bij jou is. Ik doe een backflip. Ja, is het allemaal goed, Berend? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Stop. Lekker, man. Laatste keer. Ik doe hoe je het gewend bent. Heb je de stok in je handen? Ja, ja. Gaan we. Gaat lukken toch? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Almost, Pim. Ja. Alex, wat gebeurde er nou? Nou, ik zat er gewoon op. Alleen toen ging de ski uit. De ski? Allebei. Ja. Oké, je voelde wel dat je stond? Half wel, ja. Oké. En wat ga je nu doen? Opnieuw proberen. Alrighty. Ja? Ja? Woe! Had hem. Had hem. Ja. Dat was er bijna. Ja. En waarom viel je nou? Volgens mij trok ik hem met één hand te veel naar me toe. Ja, je deed dit. Ja. Dus je staat nu op, Alex, en dan flaneren we even langs de steiger. Maar niet meer. Tuurlijk. Dat zou jij doen, toch? Ja, precies hetzelfde. En juichen. We gaan juichen. Zoals Van Gaal dat zeggen. Hoe zeg Van Gaal dat? Juichen langs de lijn. Juichen! Gaan we? 3, 2, 1. Eerste reactie? Nou, het ging niet heel goed. Eén keertje stond ik wel. Kan wel beter, denk ik. Ga je deze week nog een keer? Misschien, als het kan. Vast wel, ja. Alex! Yes. Je skiën zijn hier geweest. Nou is de taak aan jou om te laten zien hoe het met het wakeboard gaat, hoor. Nee. Voor de kijkers leggen we even uit hoe je het makkelijkst met een wakeboard kan opstaan. Ja, dus. Plank, eerst even op de kant even de voeten afstellen. In tegenstelling tot het waterskiën ligt deze plank natuurlijk haaks op de lijn. Met de skis, je skis liggen in de verlengde van de lijn. Dus het is wat moeilijker om in het begin op te staan. Ga zitten. De plank, zoals je ziet, staat al recht omhoog. Wat betekent dus dat hier water tegenaan drukt, waardoor
je het idee hebt dat je tegengehouden wordt. Nou, je ziet ook al dat Alex zijn knieën heel erg gebogen heeft, klein heeft gemaakt. Want als je straks op wil staan, dan is dat makkelijker als je kleiner is. Dan als je zijn benen strekt. De truc is, dames en heren, dat als je de trekkracht, de pull van de boot voelt, dat je alleen maar naar voren rolt. Je rolt op de plank. Zodra je omhoog komt en je hebt het gevoel dat mijn hele bovenlichaam is uit het water, dat is het moment dat je je plank draait. En dan? Dan sta je. Juist! Goed boys. Gaan jullie verder met Clash of Clans? Yes. Ja. Alex, dank je. Bedankt voor de wakeboard fan. Later. Doei. Ja, wij gaan nog even de eerste glazen pool op. Het waait weer een beetje, ja. Dus waarschijnlijk zal er ook wel weer gevaren worden. Let's go. Dus we gaan even naar Niveau 3 zwaarboot. Ja, Niveau 3 zwaarboot. En daar varen de lasers. Maar daar varen ook de nieuwe boten, Topaz 5. En die hebben jullie waarschijnlijk al gezien in de post van een tijdje terug. Hoi. Hoe is de vibe hier dan? Vibe is goed. Hoi. Hoi. In de vlog, Maartje van het eiland. Hoi. En hij ook, hoi. Hoi. Ik ben net even in die boot geweest en heb een cameraatje opgehangen. Gaan we kijken of het echt goed gaat. Maar ja. Wat zijn ze aan het oefenen? Ze zijn zwaarstand aan het oefenen. Ze varen nu voor de wind. Ja. Nee, dat gaat goed met zwaard. Ja. Goed zo. Ja, we zijn een beetje het gewicht aan het doen. En ze gaan zo een geit maken. En dan komen ze zo weer langs varen. Vet. Hoi. Hallo. Extra grote Topaz. Hij is super vet. Een beetje heen en weer en nu moeten we ook het zwaard eruit halen. Dus, hallo. En wie zijn dit? Dit zijn Claire en Inte. En deze horen er ook bij, of niet? Ja, dat is Martin. Hey Martin. Zwaardstand zit goed hoor. Bij hem nog niet, kijk. Nee, Olivier moet nog even zijn zwaard. Kijk, hey. Doe goed jongen. Ja, maar op zich een best mooie boot toch, die vibe? Zeker, heel mooi. Wat vind jij er persoonlijk van? Het is een luxe Topaz. Ik vind het een leuke boot. Gaat goed snel. Wel instabiel, lekker schommelen. Maar gaat heel snel. En het is heel leuk dat je met z'n tweeën kan zeilen. En er kan ook een Jennaker op, dat hebben we nog niet gedaan. Oeh, dat is ook wel vet. Maar ja, dat is heel vet. Ja. Dat is heel vet. Wij hebben dat wel gedaan in het voorseizoen toen we die serie maakten, toen die bootjes werden afgeleverd. Lekker hoor! Nou, Maartje, doei! Doei! We varen nu even het volgende vlotje of bootje van anker. Dat is Daniel. Die geeft de eenmans zwaardboot les. Hello! Ik zei net, Daniel, we gaan even van de tweemans naar de eenmans. Oké. Okay. Kom bij jou uit. Dan kom je bij mij uit. Dat was een fluitje. 1 minuut, jongens! 1 minuut voor wat? De start. Ja. Ben ik getuige van de start van de wedstrijd? De start van de wedstrijd. Even snel uitleggen waar de start aan werd. Dat is de ene kant van de startlijn. Ja. En wij zijn de andere kant van de startlijn. Ze moeten hier doorheen. Ze moeten hier doorheen. En de bedoeling is eigenlijk dat ze hier gaan stil liggen en dat ze dan zo snel mogelijk weg zijn. Oh, waterstart. Ja, en dan moeten ze de bovenkant, moeten ze daar die bovenste boei aantikken. Die gele? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 en gaan! Oeh, daar wordt nog even snel een roltek gemaakt door die blauwe. En de rode Fien die denkt, oh ik ben te laat en ik heb geen wind in de zeilen, maar toch liggen over stuurboord, heb ik geen voorrang op bakboord. Maar toch moet ze nu doen. Wat doet ze? Ze gaat ook een roltekje maken en toch over bakboord verder. Die neerhouden kan hij nog aantrekken, gaat hij nog harder. Maar die groene die ligt zwaar op kop, hè. En eigenlijk kan hij nu gewoon rustig aandoen, want ja. Oh, we hebben een aanvaring. Terugkijken met de VAR. Ja, met de VAR? Ja, Fien heeft een VAR onderzoekje aan de boot hangen. Kijk, en dan gaat die groene toch nog overstag. Ja, en dan vraag je je af, waarom is hij niet als eerste bij die boei? Want hij lag op kop. Heeft hij toch ergens een foutje gemaakt, Daniel? En tik, ja. Ja, dat is nummer 2. En Fien is derde, ondanks de botsing. Maar ja, daar hadden we net al over, dat is de VAR. Die gaat dan naar kijken en er ligt ook nog eentje in de wind. Die is helemaal zo snel. Je hebt iets meer tijd nodig. Ja. Maar dat is dan nummer 4. Maar goed, Daniel, vertel eens even.
Leuke groep. Ja, zeker. Het zijn mensen die eigenlijk al best wel wat in de zwaarboot hebben gezeild. Die nu op wat hoger niveau willen gaan trainen. We zijn hard bezig. Vanochtend was het niet zo hard aan het waaien. Ja, ja. En nu steekt de wind lekker op. Martin. Gaat goed met je? Zeker. Dit is Martin, dames en heren. Die was vorige keer ook. Komt elke keer terug. Is dit leuk hier? Zeker. Wat gaan we deze week behalen? Hopelijk zwaarboot 3. Alleen... Is het moeilijk? Ja. Ja? Wat vind je moeilijk? Vooral de roltrack. Dat is niet makkelijk, die move, hè? En de rest zit er wel in. Ja, het is niet heel veel anders dan een normale towpas. Nou, stap snel in je boot. Kijk, daar gaat hij. Landpasje was al los. Kijk, stapt hij om de mast heen. Netjes. Volvallen over bakboord. En dan kan hij als het goed is niet. Ja, netjes langs die. Oeh! Ja. Die wel netjes, toch? Heel netjes. Perfect. Lijkt wel een tweeling. Helemaal in balans. Oh, die boot is zo mooi. Ja, hij is vet, hè? Heel vet. Oh, daar gaat hij al gelijk. Oh, pa. Hey Fien, waarom zit jij altijd in die rode boot? Vorig jaar zat je ook in die boot. Ja, doe nog even de neerhouden vast. Positie goed voor in de boot bij het zwaard. Zet hem in, 1. Pompt hem naar 2. Wacht nog even voor de volstroom. En 3. Hatsi. Was die goed, Daniel? Ik vond hem mooi. Zou je die ook goedkeuren als je een examen moet geven? Er kon nog iets meer pomp in, vond ik zelf. Iets meer pomp, Fien? Ja. Als je iets meer schoot overhoudt, dan kan je hem daarna harder pompen. Kijk, nog een keer. Nog een keer. Oh, goed, Daniel. Later. Dat was hem. Tot snel. Box. Anouk. Hallo. Wil je nog een SO doen naar iemand? Sowieso naar de Beert en naar Carlijn de Vries. Ja, ik wou net zeggen, Carlijn, waar ben je nou? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Carlijn, waar ben je nou? Waarom ben je niet hier? Je bent normaal altijd hiermee... Op het eiland, ja. Nu moeten we er missen. Ja, dan moeten ze maar heel snel hier. Oh, daar gaat iemand om. Bij de orde van de dag blijven, hè, dames en heren. Tim, wil jij nog een SO doen? Ja, doe maar een SO naar Mees Brouwer, dat is mijn broertje. En dan doe ik ook nog even een SO, omdat we toch hier bij de Beert zijn, naar je vader, Mark, Jeroen en naar Emily. Leuk dat ik weet dat jullie kijken namelijk. Nou, maatje, doei. Doei! Wat?